Hi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien heb ik hier een doos vol met nagelgoodies. Ja, ik heb het een en ander besteld bij www.nagelproduct.nl en hun verkopen ook nagelspullen van het merk Moira, maar dus ook van het merk PNS. En dat is hun eigen merk en daar heb ik al een tijdje mee gewerkt, maar ik deed het eerst met hun acrylproducten, wat erg goed beviel, maar ja, die stank werd me gewoon te veel. Dus ik ben overgegaan op de acrylgel. Dus nu, vandaar dat ik elke keer weer dingetjes aanschaf, onder andere ook acrylgel wat in deze doos zit. En ik ga het gewoon even met jullie allemaal er doorheen, even laten zien wat ik heb besteld. Als eerst deze schuurrolletjes. Ik heb deze schuurrolletjes besteld, dit is de maat medium. Nou zijn dit de bruine, ik weet niet of ik dit... Ja, ik had hem al opengemaakt om even te kijken. Ik weet niet of deze gaan bevallen, maar we zullen het zien. Ik heb hier met deze nog niet gewerkt. Ik had normaal die... even kijken waar ik ze heb. Ik kan het laten zien. Ja, ik had normaal deze van Wow. Ik weet nooit hoe je dit uitspreekt. Dit waren de Fine. En die zijn... Ja, grijs. Ik weet het, maar deze bevallen zo goed. Maar ik dacht, ik ga eens wat anders proberen. En ik heb nou medium genomen. En het is even afwachten. Ik heb nog niet met die gewerkt, dus ik ben erg benieuwd hoe die bevallen. Verder heb ik deze. Nou, wat is dit? Het ziet er heel raar uit. Een nagelborstel. En ik gebruik normaal deze. Maar ik vind dit zo'n vervelend ding om vast te houden. Dus ik dacht, ik moet echt een nieuwe. En dit is toch, ja... Even kijken of jullie het kunnen zien. Hele kleine plastic haartjes dingen. Het voelt heel lekker trouwens. Maar je voelt ook dat als je zo doet, dat het echt in alle kiertjes en gaatjes en dingetjes komt. Dus ik ben erg benieuwd naar hoe goed dit de stof eraf haalt, zeg maar. Dus daar horen jullie nog over. Dan gaan we verder met wat heel leuk is. Ik had dit niet besteld. Wel gekregen als cadeautje. En dit is dus echt een humongous grote flesje. Humongous grote flesje. Ja, fles. Nagelriemolie. En dit is vanille. En wat ik zo leuk vind aan dit. Kijk, je hebt natuurlijk de onderkant. Maar je hebt ook. Even kijken of het goed kan. Ja, hier. Zodat je hem schuin kan zetten. Dat als hij een beetje opraakt, dat je hem schuin kan zetten. Dat je het makkelijk te pakken krijgt. Dus daar ben ik echt tevreden over. Dus dit hoef ik voorlopig niet meer aan te schaffen. Dit is erg nice. Thank you for that. Dan gaan we door naar dit. En wat is dit? Sommigen van jullie weten het misschien, maar dit is een pompdispenser. En ik heb dit gehaald omdat ik het gewoon super handig vind. Want wat wil ik erin doen? Dat is de scrub prep. Nou... Klopt er iets niet helemaal, geloof ik, want dit is dus de scrub prep. En volgens mij was hij eerst blauw en hij wordt steeds doorzichtiger. Nou weet ik niet of dit komt doordat hij in de zon heeft gestaan. Of ik heb geen idee. Want ik eigenlijk, hij stond niet echt volop in de zon, dus ik snap het niet. Maar hij is de kleur verloren. Nou weet ik niet of het nog werkt of niet. We gaan het zien. Maar goed, dat was dus de bedoeling om de PNS scrub prep hierin te doen, zodat ik het makkelijk op een watje kan krijgen en om de nagels schoon te maken. Dat is dus voor dat. Dan gaan we verder. Ja, dit is dus het merk Moira. Daar heb ik eentje. Ik wou een witte gel polish hebben. Die hadden ze niet meer bij PNS, want die was uitverkocht. Erg gewild. Dus ik dacht, weet je, ik pak er eentje van het merk Moira. Nou is dit een heel schattig klein flesje. Zoals jullie zien, potje, hoe noem je dat? En dit is de wit. Dus ik heb nog niet met het merk Moira gewerkt. Maar we zullen zien hoe het... of het fijn werkt. Of het goed dekt. Of het goed droogt. Ja, je weet het niet. Hè? Dus dat is dat. Ik denk, als ik maar in ieder geval mijn witte gel polish heb. Ja, dat is wel eentje waar ik ook veel nail art en zo mee doe. Dan gaan we verder. Ik heb de Fine Liner. 11 mm heb ik gekocht. En ik moet je zeggen, ik vind dit... Zo freaking mooi. Die, hoe het eruit ziet met die mooie diamantjes erin. En hier ook. Love it. Maar dit is dus de... Even kijken of ik het goed laat zien. Kennen jullie het zien? Ja, dit is de fineliner. Ik heb er al zo eentje.
En die, ja, het werkt gewoon echt top. Ik vind het echt heerlijke fineliners dit. Dus ik denk, ik moet er nog eentje hebben. Ik wil er ook eentje nog met een langere fineliner. Die langer is. Dat is toch beter voor als je echt lange lijntjes moet trekken. Dus die wil ik nog halen. Maar goed, nu heb ik deze. Dan gaan we door naar... Even kijken. Wat is het? Wat hebben we hier? Oh ja, we hebben hier de Long & Strong Rubber Base. Dat is deze. En deze heb ik gekocht op aanraden. Want ja, als je acrylgel natuurlijk, ik heb hier een uitgroei van 6 weken, maar goed, plaatst, dan is het de bedoeling om dus die Long & Strong Rubber Base Hero, waar je je acrylgel zeg maar vlak bij je nagelriem en de normale nagelplaat zeg maar, wanneer het overgaat in je normale nagelplaat, ik ben altijd zo lekker met uitleggen. Om daar dus een klein laagje van Long & Strong Rubber Base te doen. Dat doe je dus met een fineliner. En dit is dus om lifting te voorkomen. Dus die heb ik gehaald. En ik heb nog een base coat gehaald van PNS. Dan gaan we verder. Dit zijn twee kleuren. En ik zal het laten zien. Even kijken. Dit is de rood. Love it, love it, love it. Ik denk, ik moet even een knalrood hebben, want die had ik nog niet. Ik had een wat donkere rood en eentje met een shimmer, maar niet een knalrood. Dit is het nummer 1412. En dan gaan we naar de volgende. Dit is... Oh, dit is de glitter. Die is zo mooi, jongens. Oh, ik kan niet wachten om deze te gebruiken. Die ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dit is het nummer 1796. En dan, oh ja, Design Gel Clear. Nou, dit is, PNS noemt het Design Gel. Ik noem het Blooming Gel. Dus dat was even verwarrend, ik moest even zoeken. Maar op zich werd het wel goed aangegeven op mijn website. Dus dit is de Blooming Gel, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Maar ja, je kan hier gewoon hele leuke designs mee maken. En ik ben ook heel erg benieuwd, en dat ga ik ook uitproberen, of je hiermee Baby Boom kan maken. Zeg maar. Een fade, een ombre. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus dat ga ik ook uitproberen. Dan hebben we nog een andere gel polish color. En dit is de... Yes jongens, roze. Knalroos. En I love it. Ik weet niet of hij helemaal... Het lijkt, als ik naar de camera kijk, alsof het gewoon een normale roze is. Maar het is echt knalroos. En dit is nummer... 1951. Roze kan natuurlijk niet ontbreken. Dat is mijn lievelingskleur. Zoals jullie vast wel weten. En dan hebben we, als het goed is, is dit zwart. Yes. Want ik heb, ik vind zwart, vind ik echt serieus, best wel lastig. Want ik heb meerdere zwarte gel polishes. En die, ja, die drogen toch niet goed in de lamp. En ook al doe ik het laagje voor laagje, het blijft lastig, vind ik. Dus ja, ik denk, ik koop gewoon eentje van PNS, want die had ik nog niet. En dan gaan we maar kijken hoe deze werkt. Want het is best wel gewild in mijn nagelsalon. Best wel veel mensen willen zwart. Al is het een hele zwarte nagel of gewoon iets met ja, nail art. Dus die kon gewoon niet ontbreken. Ja. Dan gaan we verder. Yes, de Acryl Gel Deluxe White. Ik had een tijdje terug, had ik al een aantal acrylgel aangeschaft. En wat vergat ik? De wit. Nou, dat was niet handig, want ik had een klantje en die kwam ik wel bij mijn mond. Dacht ik, oeh, dat wordt lastig. Dus ik ben meteen, ik denk, dit moet ik erbij hebben. En dit is hem. En ik moet zeggen, ik heb het normaal in zo'n tube. Dat is dus deze, want die heb ik ook besteld. Dit is de cover. Ik heb het normaal in de tube, maar ik dacht, ik wil ook eentje even in zo'n potje, om even te kijken of dat misschien beter werkt. Krijg ik het beter eruit? Kan ik het beter pakken? Of... Ja, ik weet het niet. Staat het professioneler misschien? Ik heb altijd het idee dat zo'n tube niet professioneel staat. Maar goed, dus dit is het. En ik ben gewoon erg benieuwd hoe dit werkt. Dus ik ga dat ook gauw uitproberen. Dus
Dus dat is die. En dan wat ik net al liet zien, deze cover. Ik heb ook Cover Natural. Die zit op deze nagel. Maar ja, ik wilde ook even deze proberen om gewoon even te kijken. Want ze hebben natuurlijk van allerlei soorten kleuren. Ze hebben ook pink, wat ik uiteindelijk ook wil bestellen. Maar ik dacht eerst maar eventjes deze. En dan nog de veilen. Dit zijn de veilen die je nooit genoeg hebben natuurlijk. Dit zijn de 100-180 veilen. En ik vind deze echt erg fijn. Het voelt goed, ze veilen goed. Dus ja, weinig over te zeggen. Gewoon goede veilen. En dan heb ik deze ook gehaald. Want deze miste ik wel. En dat komt omdat vaak als je eronder gaat veilen, je hebt altijd van die velletjes nog. Hoe noem je dat? Die kleine dingetjes hier ook. En die krijg je gewoon super goed weg met deze blokveilen. Dus ja. Dus die heb ik gehaald. En dit is niet een... Dit is, kijk hoor, dit is een fijne grip. Ik heb geen idee wat voor grip. Ik denk, ja, wat zal het zijn? 100 of zo. Het is niet een hele grove grip. Dus het is perfect om gewoon hieronder te gebruiken. En dat was het alweer, jongens. Nou, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Super leuk dat ik weer dit met jullie kon delen. Dit is echt weer mijn eerste unboxing sinds, nou, een aantal jaar. Dus dat is wel erg leuk. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent en dat nog niet gedaan hebt. En er komen gewoon elke keer weer echt super leuke video's aan. En nou, bedankt en tot snel. En binnenkort zullen jullie zien hoe ik deze producten allemaal ga gebruiken. En hoe het bevalt en noem maar op. En ja, hou gewoon mijn YouTube kanaal in de gaten. En tot snel weer. Doei!